Mevrouw Sap. Ja, voorzitter, wat de heer Wilders tot nu toe in dit debat laat zien, is weer typisch zo'n voorspelbaar voorbeeld van arm Geertje. Hij zit zelf als een kat in het nauw en hij probeert dat te verbloemen door de pijlen op anderen te richten. Voorzitter, de heer Wilders baalt als een stekker van dit kabinet. Is dat zo? Maar hij weigert die stekker eruit te trekken. En voorzitter, ik had nooit gedacht dat het zo ver moest komen, maar laat ik dan nu maar als vrouw aan de heer Wilders laten zien hoe je dat doet, de stekker. Hier hebben we het kabinet. Hier is de stekker. Die heeft de heer Wilders er vorig jaar ingestoken. Want er is maar één grote gedoger van dit kabinet. En dat ze er nog zitten, voorzitter. Ondanks het feit dat onder drie voor de heer Wilders pijnlijke beleidsdossiers zijn handtekeningen niet staat, dat ze er nog zitten, is alleen maar te danken aan deze grote gedoger. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo gaat de stekker eruit. Nou, voorzitter. Mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. Goed, en dan zal ik maar mijn betoog vervolgen. Makkelijk komt de heer Wilders er niet mee weg. Voorzitter, ik doe het met alle plezier nog één keertje voor, want het dringt niet door. Kijk, de heer Wilders, u hebt hem erin gestopt. Zo haalt u eruit. En voorzitter, ik bied de heer Wilders ook graag aan om een elektricien nog steeds niet snapt. Ik zal die zelfs met plezier voor hem betalen. Want met uw grote woorden over wat er allemaal niet goed gaat met dit kabinet, hebt u als enige die stekker in handen. U bent de enige echte grote gedoger in deze Kamer. U kunt er vandaag nog een eind aan maken. Wees u een vent, toon moed en toon niet dat gedrag wat u nu vertoont. In Venlo, voorzitter, hebben we daar een mooi woord voor. De heer Wilders, die gedraagt zich als een meekmol. Goed, voorzitter. Ik blijf erbij. Mevrouw Sap zou het goed doen om een keer een dagje te krijgen. Dat is denk ik harder nodig dan hoe je hem eruit haalt.